Dit is een microcomputer. En in deze missie kun jij die gaan programmeren. Een microcomputer is een hele kleine computer waarmee je eenvoudig een heleboel leuke dingen kunt maken. Je kunt de lichtjes programmeren, de games of muziek mee maken, hem gebruiken in een robot, wat je maar kunt bedenken. In deze missie ontdek je hoe zo'n microcomputer in elkaar zit, wat hij allemaal kan, en hoe je hem kunt programmeren met echte code zodat hij jouw naam in lichtjes gaat tonen. Wat heb je daarvoor nodig? Je hebt nodig een microbit, de microcomputer, een battery pack, twee batterijen, een laptop of computer met internet en een USB-kabeltje. Heb je nog geen microbit? Hieronder staan een aantal links naar online shops waar je hem kunt bestellen. Terwijl je alle materialen verzamelt, kun je deze video op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één of twee keer te klikken. Probeer het maar eens en verzamel de materialen. Een microcomputer is eigenlijk gewoon een kleine versie van een gewone computer. Hij heeft een microprocessor, het gedeelte waarmee de computer rekent, en vaak nog een aantal andere chips. En het leuke is dat je hem kunt programmeren om een heleboel verschillende dingen te doen. In en om het huis zijn veel apparaten die een microcomputer hebben. Laten we een quiz doen. Ik laat een foto zien en dan mag jij zeggen of er een microcomputer in zit. Klaar? Ja, hier zit zeker een microcomputer in. Dat is een makkie. Deze? Zit hier een microcomputer in? En hierin? Ja, ook. De microcomputer stuurt bijvoorbeeld de temperatuur van het water aan. Zoals je ziet hebben heel veel apparaten een microcomputer. En je had hem natuurlijk al gezien, maar dit is zo'n microcomputer. Deze komt uit Engeland. Nou, wat zit er allemaal op en in deze microbit? Als je naar de voorkant kijkt zie je twee knoppen, A en B, die je straks zelf kunt programmeren om te doen wat jij wil. De koperen rand onderin kun je gebruiken om andere dingen via clips en kabels aan te sluiten. Daar komen we in een volgende missie op terug. En dan nog 25 kleine LED-lampjes, en die gaan we in deze missie programmeren. Aan de andere kant zit onder andere de batterij-aansluiting, een USB-aansluiting. Om hem op een computer of op een powerbank aan te sluiten. Een Bluetooth-antenne voor een draadloze verbinding met bijvoorbeeld je telefoon. Een digitaal kompas, zodat de microbit weet welke kant hij opwijst. Een bewegingssensor, daarmee kun je bewegingen als schudden of snelheid meten. En een resetknop om de microbit weer helemaal op nul te zetten. En natuurlijk de microprocessor, het hart van de computer. Nu echt aan de slag. Start je browser op en ga naar deze pagina. Of klik op de link hieronder. Je komt nu terecht in de Microbit Editor, waar je met blokjes code jouw Microbit zelf kunt programmeren. Een editor is een programma of een app waarmee je digitale dingen kunt maken. Zo heb je een tekst-editor om te typen en deze editor is om computercode mee te maken. Helemaal links, als je scherm groot genoeg is, zie je een Microbit. Als je op een tablet of telefoon kijkt, dan staat de microbit helemaal onderin. Daarnaast zie je een aantal kleuren met daarachter een woord. Onder elk woord zit een groepje van blokjes code. Dat zie je als je erop klikt. Deze blokjes zijn de instructies die je jouw microbit kunt geven. De rechterhelft is het programmeerveld. Hier sleep je je codeblokjes naartoe en samen vormen ze jouw programma. Bovenin zie je nog een aantal knoppen: projecten, blokken, JavaScript en help helemaal onderin zie je een grote knop downloaden. De titel van je project en rechts vier knopjes. De eerste twee zijn om een stap terug of vooruit te gaan en de andere twee zijn om in of uit te zoomen. Pak nu eerst uit de linkerbalk bij de blauwe basic blokjes het blokje show string en sleep het blokje naar het programmeerveld. Je ziet dat het blokje een beetje geel grijs is. Dat betekent dat het niet actief is. Om het actief te maken, moet het eerst een opdracht krijgen. Als je nu dit blokje oppakt en het over het Forever blok beweegt, zie je het een beetje oplichten. Dat betekent dat deze twee blokjes in elkaar passen. Kijk zo, nu klikken ze in elkaar. Nu jij. Je kunt deze video steeds op pauze zetten terwijl je aan je programma werkt. In het scherm staat dan steeds de stap die jij mag uitvoeren. Zet nu de video op pauze. Gelukt? Kijk dan eens naar de microbit op je scherm. Als het goed is, zie je het woord hello als lichtjes voorbij komen. Alleen, we willen niet hello, maar we willen onze naam. Hier staat het woord hello, haal dat maar weg. Nu is het vakje leeg. Ik klik er weer op en dan typ ik mijn eigen naam. Nu jij. Goed gedaan, je hebt je eerste echte computercode geschreven. Maar we zijn nog niet klaar. Het zou mooi zijn als de microcomputer pas jouw naam laat zien als je op de A-knop klikt. Pak uit de grijsblauwe blokjes logisch het blokje als dan en zet het ook neer op je programmeerveld. Ik haal even het showstring blokje uit het forever blokje en pak nu uit de paarse input blokjes het blokje button A is pressed en sleep deze boven het waar blokje achter als. Ook deze klikt mooi op zijn plaats. Sleep nu ook het showstring blokje met jouw naam. Achter dan. Nu jij. Je hebt nu een script bestaande uit verschillende commando's gemaakt. Wat er eigenlijk staat is gewoon: als ik op knop A druk, dan laat mijn naam in lichtjes zien. We gaan het testen. Klik maar eens op de A-knop op de microbit op je scherm. En, doet hij het bij jou? Als het lukt, super. Is het niet gelukt, spoel de video dan even terug en check stap voor stap of jouw script precies hetzelfde is als in het voorbeeld. Om de code naar je microbit te sturen, gaan we eerst de code downloaden naar je computer. Klik daarvoor onderin je scherm op de knop Download. Bij mij komt het bestandje terecht in de map Downloads. Nu jij! Zet de video even op pauze terwijl je je code downloadt. Nu sluit ik mijn microbit met de USB-kabel op mijn laptop aan. Er verschijnt een nieuwe drive, de microbit. Ik sleep het bestandje naar mijn microbit en hop, hij staat erop. Nu jij. Koppel nu de microbit los van je computer. Hij krijgt geen stroom meer, dus sluiten we eerst de batterijen aan. Dat doe je door de batterijen in de houder te plaatsen en vervolgens dit stekkertje op de microbit aan te sluiten. Druk nu maar eens op de A-knop. En werkte het? Te gek! Dan heb jij een medaille verdiend. Je hebt in deze missie ontdekt wat een microcomputer is, in welke apparaten microcomputers zitten, hoe je zelf een computerprogramma schrijft en hoe je dit programma naar jouw eigen microbit kan overzetten. Het lijkt me tof als jij met ons deelt wat je gemaakt hebt op Facebook of Instagram. Hieronder vind je de links naar onze sites. In de volgende missie gaan we een digitale dobbelsteen programmeren, zodat er nooit iemand meer vals kan spelen bij een bordspelletje. Tot de volgende missie.